Hoe moesten we nou in Brazilië bij Oom Bill komen zonder de vernielde ruimte, plof, plof? En we hadden geen tijd meer te verliezen, want elke seconde veranderde daar een dier in een vlinder. Oh, niet mijn huisje opeten. Nee, natuurlijk. Ik eet nooit huisjes. Er zijn genoeg onbewoonde appels. Die kleine wormie had me op een schitterend idee gebracht. Dennis, we gaan een wormmachine maken. Dan gaan we niet om de aarde, maar er dwars door. Net zoals wormie in zijn appel. Heb je ooit iemand gezien die met zoveel vertrouwen... en vooral sterk genoeg om door de hardste rotsen heen te boren... met zoveel ijver een uitvinding mee hield te bouwen... Nou, het materiaal nog om de worm mee te maken. Een nieuwe dag. Ga aan de slag. Zoals je ziet, gaat alles goed. Al word je misschien wel wat moe. Probeer het nog maar eens een keer. Kijk niet op een afstandje toe. Werken doet echt niemand zeer. Aan de slag, jongens, vol goede moed. En gebruik dan je handen maar goed. Fantasie, je bent eens achter weer. Of er veel beter uit. Een bonsje. Goh, gaat die heten, El Dottore? Ik noem hem... Ach, natuurlijk. Ik noem hem het Snuggles Wormmobiel. Ja! Als de grote boer het nou maar doet. Daar gaat hij. Caramba! Een worm zegt dat wel. Hou je vast. Start. Omdat er dus niet veel te zien was, moest ik gewoon vertrouwen op de automatische piloot van het wormmobiel. Wat dat allemaal kon. Duiken, klimmen, nou ja, eigenlijk alles. Boeren maar! Halleluja, compañero! Hé, de pijl wees naar boven, maar we gingen naar beneden. Hola, Snuggles, stop dat ding, stoppen! Worm was volkomen de kluts kwijt. Ah, gelukkig, we gaan weer naar boven. We zijn in een huis beland. Mijn huis! Laat me los, zet me neer. Wat doet u daar nou? Wat ik doe? Doen? Die boorworm heeft me opgehangen. Het duurde even voordat we het wormmobiel weer uit de keuken hadden. Maar tenslotte stond hij toch weer buiten klaar om te duiken. We moesten ook snel naar Brazilië, als oom Bill nou maar niet een vlinder geworden was. Dit keer wilde juf netjes ons niet uitzwaaien. Op naar de vlinders! Zo. In sneltreinvaart boorde het wormmobiel dwars door de aarde op weg naar oom Bill in Brazilië. Wat een warm hier. Het werd inderdaad een beetje heet. Opfrissertje. Dank je, Dennis. Dat frist op. Hé, hey, niet allemaal alleen op drinken. Ik ook een duikie. Nita Parakita speelde voor luchtverfrisser. Was dit Brazilië?
of waren we in een vreemde onderaardse wereld beland? Dit was geen oerwoud, maar een rotstuin. Waar zijn we in vredesnaam? In het land van Rotsie de monsterlijke veelvraat. Het zag er allemaal keihard uit. Alles leek van steen te zijn gemaakt. Stenen bloemen, stenen bomen met stenen blaadjes. Er was een rotsfontein. Het was er zelfs rotsweer. Ja! Snel terug naar het wormmobiel! Wacht even! Helpie! Karamba! Kijk nou eens, het wormmobiel wordt bedolven. Hoe kregen we hem daaronder uit? Die stenen waren veel te zwaar. Hé, que pasa? Wat had dat geluid te betekenen? Zou Rotsie de monsterlijke veelvrater aankomen? Verstoppertje. Wegwezen. Blijf nou spelen. Stop, ga er niet weg. Oh, een muisje. Mankeert er soms iets aan? Een muis. Haal hem weg. Alle stenen nog aan toe, dat ze je zo bang voor muisje. Moet jij een pak rammel hebben, jochie? Oh, nee. Nobby doet geen vlieg kwaad als jij ook niets doet. Rotsie doet niemand kwaad. U was Pluutje vergeten. Wat heb jij nou? Kiespijn. Nogal wie dus? Dat komt van al die harde hapjes. Weet Rotsie wel, maar die stenen zijn zo lekker rotsig, hè? Ik kan je misschien wel helpen. Ik weet een goed middel. Tegen ons is kiespijn? Ja, tegen je kiespijn. Rotsie klaagde steen en been. En daarom moest er eerst maar eens wat slaapzand in zijn ogen voor de nacht. Zo. Hop. Ik maakte het gat dicht met een stuk blik. Zo beter? Weg! Rotsie's kiespijn is weg! Zou je nu ook iets voor ons willen doen? Alles en nog wat je me zegt. Ik vroeg hem om de rotsen met het wormmobiel weg te halen. En voortaan niet meer zoveel stenen eten, hè? Rotsie zal het proberen. Als ze maar niet zo rotsig smaakte, hè? Oh, niet doorvertellen, hoor.